Nou, zijn jullie daar geweest? Je hebt je kinderen gezien. Je moest op een gegeven moment moet je zelf op afstand blijven, ondanks het feit dat je ze zag. Ja. Toen hebben jullie een poging gedaan om die kinderen naar binnen te halen. Laten we kijken naar de poging die jij deed. Dat ging niet helemaal zoals gepland. Nee. Kinderen komen niet naar buiten. Daar zijn ze. Allebei. We zouden nu via de achterkant het schoolplein op kunnen gaan en ze gewoon meenemen aan de achterkant. Jullie blijven aan de voorkant staan en geef mij een seintje zodra je haar ziet. Snelheid is nu geboden. De vriendin zou elk moment aan kunnen komen. Mattin en zijn collega gaan op weg naar de hoofdingang van de school. En daar is dan toch de vriendin. Ja, ze is nu naar binnen, hè? Ze is naar binnen. Ze loopt nu naar de kinderen toe. Shit. Ze loopt nu naar de kinderen toe. Oké. Okay. Jo. Zonde, zeg. Ja, dat is echt balen. We waren echt heel dichtbij. Dat jij zo rustig kan blijven. Nu. Ja, zo lijkt het wel, hè? Ja. Ja. Ja, weet je, dit was een heel spannend moment. En als ik het nu terugkijk, dan denk ik ook van, dan voel ik het weer helemaal wat ik op dat moment voelde. Alleen ik wist dat er een moment zou komen dat het zou lukken. Je had dat vertrouwen niet. Gewoon. Ja, ik had echt vertrouwen. Vanaf het begin af aan al eigenlijk had ik vertrouwen dat het zou lukken. Ja. Wat zeg je? Kijk, er is ook kritiek op het programma, hè? Gefundeerde kritiek, ongefundeerde kritiek. Ja. Er is kritiek dat men zegt, ja, maar moet je het wel door een televisieprogramma laten doen? En is het wel goed wat John van Heuvel met zijn team doet met ontvoerd? Wat zeg jij tegen die mensen die dat zeggen? Ja, dat het heel goed is. Ik had, als ik dit niet had gedaan, dan had ik waarschijnlijk mijn kinderen de komende 10 jaar misschien wel nooit meer gezien. En dat was voor de kinderen niet goed geweest. Dat was voor de kinderen heel slecht geweest.